Deze patiënt leidt aan een vrij zeldzame aandoening, met name een tumor van de luchtpijp. Tot nu toe gebeurde deze behandeling klassiek via een open chirurgische ingreep, waarbij een insnede gemaakt werd in de borstkas, de luchtpijp vrijgemaakt, het zieke stuk weggenomen en de luchtpijp vervolgens terug aan elkaar gezet. De nadeel van deze ingreep is dat dit natuurlijk een vrij belastende ingreep is. Een robotoperatie is eigenlijk een kijkoperatie en we weten, als we kijkoperaties vergelijken met operaties op een klassieke manier, dat mensen daar sneller van herstellen omdat ze ook minder pijn hebben. We zijn gestart met de patiënt volledig in slaap te brengen. Daarna hebben we met een camera via de luchtpijp gekeken waar de tumor zich precies bevond. We weten dat natuurlijk al van beelden op voorhand, maar het is belangrijk om tijdens de operatie zelf exact te lokaliseren waar de tumor zich bevindt. En dan, omdat we natuurlijk een stuk van de luchtpijp moeten wegnemen, kunnen we de longen tijdens de operatie voor een bepaalde duur niet beademen. En daarom hebben we dan een machine aangeschakeld die het bloed van zuurstof voorziet, maar buiten het lichaam om. Nadat dit gebeurt, dan zijn we begonnen aan de operatie zelf, de kijkoperatie met de robot, waarbij dat we gestart zijn met het vrijmaken van de luchtpijp. Dan nemen we boven en onder het letsel de luchtpijp door, we verwijderen dat stukje en nadien wordt de luchtpijp terug aaneengehecht, zodat de beademing terug via de normale weg kan verlopen. De complexe ingrepen zijn eigenlijk een voorbouwen op de ervaring die je al hebt. Ik denk dat het belangrijk is om steeds te zoeken naar nieuwe technieken om de patiënten eigenlijk beter te helpen, zodanig dat ze effectief sneller kunnen herstellen van een ingreep. De behandeling van deze pathologie door middel van de robot past in een politiek, zowel van de dienst als het ziekenhuis, waarbij dat we het onze taak vinden nieuwe technologieën te evalueren en deze ook te gebruiken in het belang van onze patiënten.